ben nu bij Stichting Leergeld. Anke, kan je mij vertellen wie er allemaal bij Stichting Leergeld terecht kan? Nou, wij zijn er voor de mensen die onder een minimumgrens vallen, dus die 120% van bijstandsniveau verdienen. En dan zijn wij er voor de kinderen. Dus ouders die moeten rondkomen van een uitkering, die schulden hebben of die een laag inkomen hebben, kunnen terecht bij Stichting Leergeld. En waarvoor kunnen mensen bij Stichting Leergeld terecht? Ja, wij ondersteunen voor de kinderen, zodat de kinderen kunnen meedoen. Dan kun je denken aan vergoedingen voor een voetbalclubje, voor de bokslessen, zwemlessen, muziekles. Maar ook de vergoeding voor een computer, een fiets. Het kan gaan om zomerkleding of winterkleding. Speeltuinabonnement, dus hele uiteenlopende zaken. Wat is het mooiste compliment wat je ooit hebt gekregen? Dat wij helpen bij stress voorkomen bij ouders. Dus dat hun kinderen mee kunnen doen, dat ze daar gewoon echt een heel goed gevoel bij krijgen om te zien dat hun kinderen daarin zich verder kunnen ontwikkelen en dat de financiën van ouders daar geen belemmering in zijn. En waarom is het zo belangrijk dat kinderen kunnen meedoen en spelen? Nou, omdat kinderen niet de dupe hoeven te worden van het feit dat ouders weinig te besteden hebben. En dat zij zich gewoon kunnen ontwikkelen zoals alle andere kinderen die kansen krijgen. Supergoed wat Leergeld allemaal voor de kinderen doet. Willen jullie nou meer informatie over Stichting Leergeld? Kijk dan op www.leergeld.nl/Helmond.